Nou, ik dus naar de winkel gegaan om zijn partypopper te halen. Kom ik thuis, zie ik dat hij is opengemaakt. Maar moet het er dan nog in zitten? Ja, ik ben dus gewoon gescamd. Ik heb dus gewoon een lege partypopper gekocht die al gebruikt is. Die iemand heeft teruggelegd. Hey, 100.000 abonnees op FC Glory. Ja mensen, dankjewel voor de support op mijn tweede kanaal FC Glory. We hebben daar 100.000 abonnees op gehaald afgelopen vrijdag. Echt fantastisch, super om te zien dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn in een Road to Glory. En een manier om op FIFA een team te halen van meer dan 4 miljoen. Of een club te behalen van meer dan 4 miljoen zonder een euro uit te geven. En die club gaan we vandaag laten zien. Maar wat ik het allerleukste vind is dat ik een nieuwe playbutton kan aanvragen. Want met mijn playbutton voor FC Roelie is dit gebeurd. Die playbutton die stond altijd hier naast mijn bed. Dit is al 2 jaar geleden gebeurd. Volgens mij heb ik het ook al eens verteld in een video. Maar het kan zijn dat ik een keertje tijdens FIFA boos ben geworden. Een controller op mijn bed heb proberen te gooien. Miste. En mijn playbutton heb geraakt die nu daardoor kapot is. Ja, dus we kunnen daar eindelijk een nieuwe voor aanvragen. Nou, dat is helemaal fantastisch. Je kan ook abonneren op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Nog steeds ook op FC Glory. Link staat altijd in de beschrijving. Een blauw duimpje zou ik heel erg top vinden. Wees gul. Weet je, 100.000 abonnees gehaald. Laat een blauw duimpje achter. Helemaal fantastisch. Helemaal super. En ik hoop dat ik in de toekomst nog meer mooie resultaten kan behalen met allebei mijn kanalen. Ik weet dat ik op FC Glory niet zo heel veel upload op dit moment. En dat komt eigenlijk als je kijkt naar de FIFA-content die andere YouTubers maken. Nou, laten we de Nederlandse FIFA-community even pakken. Dat is eigenlijk allemaal een beetje Division Rivals en Weekend League gericht. En ik doe dat al op mijn Road to Glory. Dus ik ga niet 2 Weekend Leagues spelen in 1 weekend. Dan ben je helemaal krankzinnig in je hoofd als je dat doet. Dus vandaar dat ik dat op FC Roelie niet echt kan uploaden. Nou, we weten allemaal dat Koen de beste FIFA-speler van Nederland is. En dat ga ik ook niet ontkennen. Ik weet wel dat ik betere scores heb gehaald in de Weekend League op dit account. Maar verder, ja, weet je, moeten jullie dat natuurlijk zelf maar gewoon bepalen. Ja, ik ga jullie natuurlijk niet aanmoedigen om onder alle video's van Koen en Instagram-foto's van Koen te zeggen dat hij een potje tegen mij moet spelen met zijn team waar hij wel geld in heeft gestopt tegen mijn team waar ik geen geld in heb gestopt. Maar dat zou flauw zijn van mij om dat tegen jullie te zeggen, dat jullie moeten dat moeten gaan doen. Dus dat doe ik maar gewoon niet. Dit is het team waar met alleen maar Weekend League rewards eigenlijk. Dus niet het team wat ik gebruik, maar dit zijn alle player picks die ik tijdens dit jaar bij de Weekend League heb gekregen. En er zitten redelijk goede spelers bij. Pjanic was op een gegeven moment mijn hoogste, 87, samen met Chesney. Maar toen afgelopen week pakte ik deze malse man. 14 wedstrijden, 27 doelpunten. Het is echt een god, 88 Aubameyang. Ook Martial heb ik ontzettend veel gebruikt. Baker Boy, ja, laat even een comment en een blauw duimpje achter als je wil dat ik een nieuwe video maak met Milano en Baker Boy. Als je die twee legends kent, dan ben je echt al een lange kijker, dus dankjewel. Depay, dat is echt een geweldige speler. 22 wedstrijden gespeeld, 1 doelpunt en 1 assist gescoord. En Manolas, oh, wat een legend. Die hebben wij ook als player pick. Ik heb op dit moment maar 558 munten. Dat is niet zoveel. Dat komt omdat ik op dit account natuurlijk ook heel veel investeer in spelers en alles. En dat heb ik ook gedaan. En we krijgen er munten bij. Dus betekent dat we of een speler hebben verkocht of iets outbid hebben. Dit zijn allemaal investeringen. En deze heb ik allemaal goedkoop gekocht. En ik denk dat die veel meer waard gaan worden. En ik heb ook elke 83 en 84 weet het speler die een beetje een lage prijs heeft gekocht. En in mijn club gestopt omdat er misschien weer een nieuwe SBC aankomt. Waardoor die spelers allemaal duurder worden. Ja, en jongens, FC Glory, Never in a Glory zit vol met tips en tricks die je echt moet weten over FIFA. En daarnaast heb ik ook gewoon spelers gekocht waarvan ik dacht, hey, weet je wat, die kunnen eens wat gaan stijgen in waarde. En tot nu toe werkt dat meestal wel. En mensen die naar mij luisterden, behalen ook goede resultaten. Niet alleen met handelen, maar ook in de Weekend League. Mijn beste score is 24 om 6. Nou, 1 win te weinig voor Elite 2. Dat was jammer, maar helaas. Dat was een topprestatie voor dus een account waar ik geen geld op heb uitgegeven. En dit is het team dat wij nu gebruiken. 3 flashback kaarten, 3 icons, 4 player picks en 1 normale kaart. Alexandro, die ik eigenlijk moet vervangen voor zijn inform. Want dan heb ik alleen maar speciale kaarten. Ja, het team is ontzettend ziek. We hebben Pedro
Guerrero gehaald met de futsap kaarten. Boateng hebben we een keertje unlocked. En is denk ik mijn favoriete speler dit jaar. 2 jaar terug was dat volgens mij. Had ik Payet, aanvallende middenvelder. SPC kaart. Dat was toen mijn favoriete aanvallende middenvelder. En Boateng is dat dit jaar echt. Ik vind hem zo ontzettend chill spelen. Dani Alves hebben we ook unlocked. Vind ik ook een hele goede rechtsback. Rijkaard is de beste centrale verdediger die ik heb gebruikt dit jaar. Nou heb ik nog niet heel veel icon centrale verdedigers gebruikt. Maar hij is echt perfect. 79 passing, 78 dribbelen is zo ontzettend chill op een verdediger. Er zijn zoveel situaties geweest waarin hij de bal wil uitverdedigen. Nadat hij op briljante wijze een tackle heeft gemaakt en de bal heeft veroverd. En een bal in één keer naar voren pompt met zijn 84 long passing en 80 vision. En dat er dan een kans uitkomt. Hij heeft geen assist. Dat dan weer net niet. Dat apart is. Want ik heb laatst nog een video geëdit waarin hij dat wel had. Daarnaast hebben we ook heel veel spelers op de bank. Hernandez, ontzettend goede spits. Lucas Player of the Month natuurlijk. Iedereen heeft die gedaan. Futsopkaart, Lallana en Alan heb ik al zoveel wedstrijden mee gespeeld. En ja, dit is dus eigenlijk het team wat je kan maken als jij nooit geld uitgeeft. En ik weet dat ik een hele luxe positie heb. Want ik ben YouTuber. Dus ik kan een beetje de hele dag FIFA spelen. En ik heb een heel weekend de tijd voor Weekend League. Terwijl andere mensen misschien moeten voetballen. Of veel huiswerk moeten doen. En ja, dat is natuurlijk een beetje een bevoorrechte positie. En dat weet ik ook zeker. Natuurlijk. Maar het maakt me niet minder trots dat ik dit team heb kunnen behalen. Als wij alles zouden verkopen wat wij in de club hebben. Dat is Rijkaard voor 880k op dit moment. Petit is 1,3 miljoen. Dus dat is 2,1 miljoen. Gattuso die is nog 800k. Dus dat is dan 2,9 miljoen. Nog wat andere spelers. Alexandro. Dus dat is 3 miljoen. Bij elkaar. Ja, dat is 3 miljoen. En dan heb ik ook nog iets van 300 tot 400.000 spelers in mijn transfer targets en transferlist staan. Met alleen maar investeringen. En dus ook nog in mijn club. Alle 83, 84 weddits. Yes! Het gaat ontzettend lekker. Ik wilde deze video eventjes maken om ook de mensen up-to-date te houden die Ever and Glory niet volgen en ze zo eigenlijk een beetje proberen te overtuigen natuurlijk. En daarnaast ben ik ook heel dankbaar dat mensen die mij op FC Roelie al jaren volgen nu ook geabonneerd zijn op Ever and Glory of FC Glory en daar me ook supporten. Dus ja, vrij korte video, er komen binnenkort meer video's aan. Ik ga ook met Robbie naar Milaan toe aanstaande maandag. Ik moet niezen, dus aanstaande maandag tot en met woensdag voor de wedstrijd Inter PS. Voor de wedstrijd Inter PSV. Wil je daar beelden van zien, kan je mij of Robbie volgen op Instagram. En dan gaan we ook heel veel dingen doen. Ik zit erover na te denken om eventjes iets gek te doen in Milaan. Iets geks te doen. Ik weet nog niet precies wat. Maar dat gaat heel erg goud worden. En als jullie willen kunnen we daar ook gaan vloggen. Moeten we eventjes kijken. Je wordt heel erg bedankt voor het kijken naar deze korte video. Geen 10 minuten. Ik weet dat het december is en dat jullie niet gewend zijn dat YouTubers video's maken van korter dan 10 minuten. Maar toch is dat vandaag het geval. Je wordt bedankt voor het kijken en blauw duimpje top zijn. En ik check jullie allemaal later. Joejoe!